Goedemorgen lieve mensen. Goedemorgen. Dit is Lumeria met een positieve bericht van 1 december. Ik ben zo happy. Ja, echt waar. Ik vind dat altijd zo leuk in december. Ik heb bijna nog geen kerstmuziek gedraaid en dat is wel uitzonderlijk. Meestal doe ik dat wel. Maar ik zal Sky Radio opzetten. Maar eigenlijk is ook die Top 4000, vind ik ook zo leuk. Nou, een beetje afwisselen misschien deze week. Maar ik vind het heel leuk, die decembermaand. Mijn man is daar iets minder van gecharmeerd. Want het is natuurlijk wel de donkerste maand. Het wordt steeds donkerder. We hebben nu nog wel de volle maan, dat het 's nachts nog een beetje licht is. Maar straks over 2 weken, als het nieuwe maan is, dan is het echt de donkerste periode van het jaar. Maar de deuren gaan open. De feestmaand kan beginnen. En zeker in deze tijd, in 2020, is het belangrijk dat wij het gaan vieren uitbundig. Ik vind het ook heel fijn om op de televisie te zien dat mensen al heel vroeg de kerstboom neerzetten, de lichtjes doen. Laat er maar licht zijn in de wereld. Dat is belangrijk. Daarom heb ik ook dit kaartje gekozen. En ik zal hem voorlezen. Het is vandaag dinsdag 1 december. De deur voor de warme en gezellige maand van het jaar opent zich. In deze decembermaand ga ik genieten van de lichtjes, de warmte en de mensen om mij heen. Ik verbind me op vele manieren met de energie van mijn liefste dierbaren. Want we kunnen niet altijd bij elkaar zijn. Ik heb natuurlijk op de achterkant ook nog van alles geschreven. Je kan niet altijd bij elkaar zijn, maar door middel van videobellen, van berichtjes doen en cadeautjes sturen, kan het wel. Ik zal de achterkant ook nog even voorlezen. Het is december. Zorg voor lichtjes en versieringen. Misschien nu wel wat meer dan eerdere jaren. De lichtjes geven ons hoop nu de dagen donker worden. Hebben we echt heel veel licht nodig. We kunnen ons overweldigd voelen door alles wat er gebeurt. Is in 2020 en wat er nu nog gebeurt. Laat de magische energie van deze periode je houvast geven. Steek elke dag kaarsen aan. Een rode kaars voor kracht. Een gele kaars voor troost. Een groene kaars voor verbinding met moeder aarde. Het maakt niet uit welke vorm kaars het is. Het kan ook een vaccinelichtje zijn. En waarom een groene kaars voor moeder aarde? De aarde is natuurlijk groen. Maar groen betekent ook vernieuwing en nieuwe groei. En als wij deze kaarsen aansteken, is dat een verbinding met die energie. De rode voor kracht, de gele voor troost. En dat mag natuurlijk ook een wit kaarsje zijn als je geen gele kan vinden. En een groen kaarsje voor moeder aarde en voor die nieuwe groei. Dat we mogen helen en genezen. Ik ga jullie een hele mooie dag wensen. Het is een 53-8 dag voor de numerologie. Dus het is een hele krachtige, mooie dag. En zo wordt ook deze maand. Als je iets wil doen voor een ander, je zit thuis door corona-omstandigheden, bijvoorbeeld dat je niet aan het werk kan, ga dan eens langs bij verzorgingshuizen. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor gehandicapten. Of psychiatrische inrichtingen, als je dat aandurft. Niet iedereen durft dat, maar ze bijten niet, hoor, de mensen. Ja, sommigen wel. Maar dan negeer je die maar. Hebben ook liefde en aandacht nodig. Een spelletje, een kopje koffie, een wandeling naar buiten toe. De verzorging van de mensen kan wel wat ondersteuning gebruiken. Dus zit jij thuis en denk van, ach, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ga daar eens over nadenken. Het hoeft echt niet veel te zijn. Maar een keer met de mensen gaan wandelen, een spelletje doen, een praatje. Dat doet al wonderen. Ik wens jullie een hele mooie dag en een hele mooie decembermaand. En elke dag kan je zo'n filmpje op het YouTube-kanaal van Lumeria vinden. Dag lief allemaal!